hartelijk welkom. Okay. Ik had een prangende vraag. Is dit de eerste keer dat u hier bent in een uitzending? Nee, zeker niet. Nee, ik ben niet eerder geweest. Ik vind het jammer, want ik had gehoopt dat ik het première had. Wereld, ja, maar ik ben natuurlijk wel al meer dan zeven jaar burgemeester. Ja, dat is waar, natuurlijk. Zou niet best zijn geweest, mevrouw. Stomme gedachte van me. Nee, hoor. Elke grap is goed. U gaat dadelijk de Sinterklaasactie openen. Wat vindt u daarvan? Wat is daar zo bijzonder aan? Ik vind het geweldig. En wat elk kind verdient, echt gewoon een Sinterklaas cadeau. En elk kind moet ook het gevoel hebben dat hij gezien wordt. He, en dat er aan hem gedacht wordt en dat hij iets moois krijgt. He, en dat is voor heel veel kinderen zo normaal. Ja. Maar niet voor elk kind. Nee. En daarom is het zo goed. Ik zit naast hier een hele leuke vrijwilliger, Annemarie. En daarom is het zo goed dat die vele vrijwilligers er zijn. Honderden, begrijp ik. Die dit doen en die zorgen dat die kinderen die misschien helemaal niks in hun schoenen of niks op Sinterklaasavond krijgen als dit niet georganiseerd zou worden, dat ze dan toch gewoon een mooi pakketje krijgen en dat is gewoon geweldig. Want niks in je schoen krijgen nu voor kinderen, dat is er in Delft niet meer bij. Nu komt elk kind aan de beurt. Ik van harte. In ieder geval krijgt elk kind rond Sinterklaas een cadeau of een set van mooie cadeautjes, heb ik net gehoord. Kijk, dat is fantastisch. Hoeveel zijn dat er, schatten jullie? Dit jaar hopen we voor 30.000 kinderen cadeaus rond te rijden. En daar gaan we voor. We hebben er al een behoorlijk wat aantal uitgereden. Maar we zijn nu continu bezig, weekenden, avonden, om dit allemaal te organiseren. Daar hebben jullie handen vol werk aan. Ja, echt waar. Ja. Je vraagt je af hoe Sinterklaas dat in normale tijden zelf voor elkaar kreeg met een paar bieden. Daarom heeft hij ons nodig. Daarom heeft hij ons nu nodig. Jullie zijn allemaal een beetje hulp Sinterklaas. Wij zijn allemaal een beetje hulp Sinterklaas en hulp Pieter. Ja, het is natuurlijk heel mooi dat jullie samenwerken met de voedselbank, met kerken, met buurthuizen, gemeenten, dat die eigenlijk inventariseren van waar zitten kwetsbare jongeren, waar is sprake van armoede. He, en hoe kunnen we dan helpen? Waar komen die cadeaus? Die komen niet uit de lucht vallen en ook niet door de schoorsteen vallen. Nee. Hoe komen jullie eraan? Wij krijgen ze van bedrijven, van organisaties, van schrijvers. Schrijvers komen naar ons pakhuis om kinderboeken te brengen. Maar we krijgen ook heel veel donaties van mensen. En die komen naar ons pakhuis en nu in bij allebei radiostudio's, de Grote Wiep in Den Haag. En hier beneden ook, hè, daar zitten wij klaar om cadeaus te ontvangen. En wij krijgen dus nieuwe cadeaus en cadeaus die al gebruikt zijn. En dat mag ook, alleen willen we heel graag vragen, als je een cadeau geeft, zorg dat het heel is, zorg dat het schoon is. En wij zeggen dan altijd, als je het je eigen kind of eigen kleinkind durft te geven, dan is het goed. Dan zijn we er klaar. Daarmee open ik dan de Sint voor iedereen en dat maar elk kind in Delft een mooi Sinterklaas cadeau mag krijgen. Daar gaat-ie.